Ook het afgelopen weekend waren er heel wat bijeenkomsten waar water, dijken... Ik ben Droppie de Waterdruppel. ...veiligheid en het houden van droge voeten centraal stond. Wij moeten van buiten naar binnen besturen en niet van binnen naar buiten besturen. En dat is een item waar wij ons eigen hart voor gaan maken. Ad Wijnen, lijsttrekker van lijst 4 Waterschap Brabants van Delta... ...die lijkt een taal te spreken die voor kiezers niet te volgen is. En dat blijkt ook op straat. Waterschap. 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 Oh, dat weet ik niet meer eens. Wat het waterschap doet. Ja, belasting van me afhalen. Watersnoodramp is eerst wat in mij opkomt. We hebben ons Brabants water, prima toch? Moet daarop gestemd worden? De kandidaten en partijen die zich presenteren op een slecht bezochte verkiezingsmanifestatie, die vinden uiteraard van wel. De desinteresse van de kiezer komt omdat de waterschappen hun werk zo goed doen. En dat doen we goed omdat er mensen zijn, zoals ik, die hun hele leven al met water bezig zijn. Dat is de volgende vraag. Heeft u enig idee wat het waterschap doet? Ja, die doen wel heel veel. Dus wat doen ze dan? Daar moet ik nog over nadenken waar ik op zou gaan stemmen. Maar ik ben niet zo meer van de stem, want ze doen toch allemaal wat ze zelf willen en doen dus. En dat is een boodschap voor de 172 kandidaten die woensdag een gooi doen naar een zeteltje in het bestuur van Waterschap Brabantse Delta. Het werven van stemmen in actieve zin heb ik niet gewaar mogen worden. Maar zelfs vlak voor de verkiezingen lijken die kandidaten niet echt wervend bezig te zijn. Om het zo maar even te stellen. Waterschapsverkiezingen 2015 lijken ons niet echt bezig te houden.